De bewustwording over kanker moet nog meer op gang gebracht worden in Suriname. Hiervoor hebben de Stichting Kankerdiagnostiek Preventie in Suriname, de Prostaatkankerstichting Suriname en de Surinaamse Kankerpatiëntenvereniging vandaag een familieactiviteit georganiseerd in het park. De organisatie wilde met deze activiteit de taboe voor kanker in Suriname doorbreken. Daarom was de focus van de dag ook gelegd op samen strijden tegen kanker. Terwijl de ouderen geïnformeerd werden over de diverse vormen en de verschillende stadia van kanker, werden de kinderen op een kindvriendelijke manier geleerd over deze ziekte. Uit het infoboekje Het van Takrusiki, de K van kanker, is er voorgelezen voor de kinderen. Bij deze activiteit hebben ook enkele kankersurvivors hun verhaal gedeeld met andere aanwezigen. Dit moet ertoe bijdragen dat er in Suriname openlijk over deze ziekte wordt gesproken. Stichting Witrus Ranang heeft in verband met de Wereldwaardendag een jeugdschrijfwedstrijd georganiseerd. Het doel was dat jongeren hun visie gaven over het belang van waarden en normen voor Suriname. Dit project werd uitgevoerd in samenwerking met McDonald's Suriname, Fernandes Group Kersten en Quality. De prijsuitreiking vond gisteren plaats in McDonald's aan de Keizerstraat. Voorzitter Dirk Curry van Witrus Ranang vindt het belangrijk dat er bewustwording wordt gecreëerd over het belang van normen en waarden. Uiteindelijk zijn we gekomen op waardebonnen. En de reden waarom we op waardebonnen zijn gekomen, heeft allemaal te maken met dat we het belangrijk vinden dat voor de ontwikkeling van iedereen het belangrijk is om te leren lezen. Maar die waardebon hoeft je niet alleen maar te besteden aan boeken. Het mag bij FACO besteed worden, want daar zijn de waardebonnen vandaan, ook aan schoolbenodigdheden. We zitten bij de start van het schooljaar, dus we dachten dat het goed is dat we ook daar rekening mee moesten houden. Dat is de reden waarom we op die keus zijn gekomen. Nou, ik wil in ieder geval, het bestuur heeft het uitgeschreven, maar we hebben niet zelf de beoordeling gedaan. We hebben de beoordeling laten doen door mensen die deskundig zijn op het gebied van de taal, maar ook goed belezen zijn als het gaat over waarden en normen. Henk van Vliet, jury van de beoordelingscommissie, gaf aan dat er tijdens de beoordeling voornamelijk gelet werd op de uitdraging van de boodschap aan de hand van de ingezonden stukken. Dat was vooral de passie over normen en waarden te merken. Toen we begonnen te lezen als commissie, hebben we van enkele kinderen persoonlijke ervaringen mogen lezen. En dat is heel belangrijk. Een kind, en vooral in de categorie, de jongste categorie van 8 tot 11 jaar, hebben twee geschreven over iets dat ze hebben ervaren. En ze hebben mooi omschreven dat het niet kan. Die belevenissen ze hebben meegemaakt. En beide hebben dat op school ervaren. En wanneer kinderen in die termen denken, dan denk ik dat we op de goede weg zijn. Als de jeugd denkt, als de jeugd begint aan te geven van zo moet het, dan zijn we op de goede weg. Zeer zeker. Ik mag zeggen dat wij als commissie heel tevreden zijn met de inzendingen. En ik denk dat wij unaniem als jury gekomen zijn tot de juiste beslissing die zo meteen bekendgemaakt zal worden. Bedankt dat jullie hebben meegedaan en het was fijn om jullie inzendingen te mogen beoordelen en te lezen. Ook een ervaring voor ons als jury. De winnaars van de schrijfwedstrijd zijn Yara, Elise en Gio.